Hoi Marian. Hoi Peter. Wat ga je aan het doen? Ik ben een linosnede aan het maken. Ah. En het is een hoogdruktechniek. Ik maak ook heel veel etsen, dat is een diepdruktechniek. Ja. En ik zocht een techniek erbij, een grafische techniek daarnaast. En toen dacht ik aan een hoogdruktechniek. Dan kwam ik eerst uit bij de houtsnede. Ja. Ik denk, nou, voordat ik daaraan ga beginnen, ga ik eerst op linoleum proberen. En ik heb verschillende linoleum uitgeprobeerd, van heel zacht tot deze Walton linoleum. Dit is vrij hard, want ik heb heel veel details in mijn werk. Ja. En doordat dit linoleum vrij hard is, kan ik er ook veel detail in aanbrengen. Het is eigenlijk relatief eenvoudig. Wat je weghaalt, dat blijft wit als je het afdrukt uiteindelijk. Wat je laat staan, dat drukt af. Ja. Nou, deze linosnede zijn twee eksters. Het waren mijn overburen. Ja. Ik heb hier een paar zag je van hier uit? Hele mooie bomen staan. Ik heb een veldkijker, die kon ik oprichten. Ze waren bezig met een nest te bouwen. Helaas hebben ze het niet afgewerkt. Maar ik heb genoeg informatie gekregen om er een tekening van te maken. Dat doe ik ook altijd gelijk op de linoleum. Ik maak niet eerst een tekening op papier. Dat is zonder voor studie gemaakt. Ja, dus ik kan hier ook in gummen. Deze, dat is alleen de tekening. Dus ik ga eerst met potlood. En het zit meestal in mijn hoofd wat dus ik wil. Dus dit is zeg maar de linoleum voordat je... Voordat ik ga gutsen. Dus met potlood zet ik hem erop en dan trek ik over met watervaste stift. Ah ja, en, maar dit is zonder voorstudie verder gemaakt? Ja, je begint hier. Ja, ik begin eraan en ik heb het wel in mijn hoofd zitten. En dan al tekenend denk ik van, ik kan wel zo'n van die nootjes erbij doen. En zo'n, ja, en je kent eigenlijk... En je kent die vogels zo goed... Ja, ook dat. En ik heb zelf een schetsboekje waarin ik heel veel vogeltjes getekend heb. Ah ja. Het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert ga ik altijd tekenen. Ja. Dus daar kan ik uitputten. En soms maak ik ook wel eens foto's van vogels. Ja. Ik werk wel alleen van eigen fotomateriaal dan. Dus nooit uit een tijdschrift. Ik hou nergens. Het is echt helemaal... Het moet puur van mijzelf zijn. Ja. Dus dit is het gutsen wat ik dan doe. Ik is heb het dus is een zwaar gutsen. Werk als je dat aan het gutsen... Het is helemaal niet zwaar. Dit zijn hele scherpe gutsen. Dit zijn goede, ook waar je ook houtsneders mee kunt doen. Dus die zijn echt heel scherp. Ja. En verschillende maatjes. Dus dat hele fijne, dat doe ik met zo'n kleintje. Nou ben ik met een rand bezig. Dus die kan wel met een beetje een grotere guts. En dan gaat zo altijd van je afgutsen natuurlijk. Ja, je wil niet gewond raken bij het gutsen. Nee. En dan zorgen dat alles diep genoeg uitgegutst is, dat het tijdens het afdrukken niet meedrukt. Ja. Dus dit is het. Dus je moet echt zorgvuldig zijn dat als er zeg maar zo'n gedeelte helemaal weggegutst wordt, dat er niet stukjes toch nog hoog genoeg zijn om inkt te vangen. Dan pak ik zo'n plattere guts en dan kan ik die... Ja. Kijk, zie je dat dan wel mooi. En zo werk je heel zo'n ontwerp door. Ja. En dan ja. moet er alles wat, even denken, alles wat licht is, moet je weg. Ja. Dus moet even nadenken. En ik werk alleen in zwart-wit. Ja. Linosnede is heel veelzijdig. Je kunt ook op verschillende materialen drukken. Ja. Dat kan op papier, dat kan op hout. Daar heb ik daar een klein voorbeeldje van. Ah, ja. Die druk ik op de linopers af. Want je kunt ook het afdrukken op verschillende manieren doen. Die heb ik op de houten plankje afgedrukt. Ah, oké. Met de linopers. De linopers. Ja. Een afdruk maken. En dat is ook het mooie van linoleum. Dat kan op verschillende manieren. Ik ga het nu even laten zien hoe ik het met de hand, dus handmatig, af ga drukken. Ik heb hier een inktrol en pasteleuze inkt. En die inkt is volledig op waterbasis. Dus je kan zo onder de kraan een beetje zeep, kan het afgewassen worden. Ja. Dat is even heel goed. Nee.
over. Nou, ga ik met de rol over het linoleum. Even alles goed meepakken. En mocht je dit thuis willen doen, en als ik workshops geef, dan kun je ook met een achterkant van een lepel. Ah ja, want je geeft ook workshops hierin. Ik geef ook workshops, ja. Nu heb ik hem goed genoeg ingerold. Ja. Nou, dan heb ik hier, want je hebt natuurlijk ook verschillende papieren. Als ik hier met de hand afdruk, dan pak ik meestal hele dunne Japans papier, Japanse rijstpapier. Nou, ik leg mijn over mijn afbeelding. Dat moet heel zorgvuldig. Zo, ja. Dan heb ik hier een barren. Dus kan ook met de achterkant van een lepel, maar deze gebruik ik zelf. Dan ga ik zo. Een barren heet dat. Dit is een barren, ja. En dit dat is een hele fijne, die werkt heel, heel fijn. En er zitten rolletjes op? Ja, er zitten kleine. Het draait. Dus het draait rond en er zitten ja, soort zitten rolletjes. Kleine, ja, soort kleine. Ja, bobbeltjes. Die doen verder niet bewegen, alleen dit wel. En dan wordt elk onderdeel van ja, die ja. Linoleum. Kijk, je kunt hem eigenlijk al tevoorschijn zien komen. Ja. Ik heb ook een etspers waar ik ze op af kan drukken. Ik heb een linopers, maar soms vind ik het ook gewoon fijn om lekker met de hand af te drukken. En zeker het hele grote werk. Ja. Want dat deed ik van tevoren altijd met de etspers, maar dan kan het makkelijk verschuiven. En, In de etspers, als je ermee bezig bent, dan verschuift het papier makkelijk. Ja, omdat je met een rol werkt. Met een, ja, dus hier heb je nog een ouderwetse etspers. Ja, die werkt heel goed voor mijn etsen, maar voor linosneden is het fijner om het van bovenaf te drukken. Ja. En de pers die gaat natuurlijk met de rol. Ik ga even kijken hoe die geworden is. Oeh. Ja. Kijk. Oh. Ik moest hier iets meer druk geven, zie je daar? Maar het principe. Kaltje. Ja, dat zie jij dan weer, maar ik vind hem hartstikke mooi. Ja, hier zitten een paar kleine oneffenheidjes, maar. Ja, prachtig. En dan ga ik dadelijk laten zien hoe ik het met de linopers afdruk. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Je bent nu aan het inenkten. Ik ben nu aan het inenkten. Ja. En dan ga ik deze dadelijk op de linopers. Dus deze gaat niet met de hand, maar met de linopers afgedrukt worden. Ik ben benieuwd. Een hele donkere lino. Ja, ik hou van het zwarte. Een beetje kenmerkend voor mijn werk wel, zowel in mijn etsen als in mijn linosneden. Dit moet voldoende zijn. En dat bouw je ook op een soort ervaring om te weten dat je dat, hoe je dat inkt. Een beetje gevoel en ja. Inderdaad, ervaring. Dus dat is de linopers. Dit is de linopers, ja. Ja. Dan ga je er vilt op doen. Druk geven.
Nou, eens kijken. Spannend. Nou, hij ziet er hartstikke mooi uit. En dat is hem. Oh, dat is prachtig zeg. Ja. Dus je ziet echt die zwarte helemaal. Ja. Heel helder. Jij had het over een schetsboekje. Ja, dit is mijn schetsboekje. Dat neem ik mee naar het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Ja. En dan ga ik de vogels tekenen. Oh. Nou, bijvoorbeeld deze ekster. Hier heb ik een klein pimpelmeisje. Mereltje. Ik zal even... En dan ga je daar zitten en... En dan ga ik zitten en dan kies ik meestal één vogel uit. En die werk ik ook vrij gedetailleerd zoals je ziet uit. Ja. Een klein steenaaltje. En ze hebben daar in het revalidatiecentrum allerlei uilen en... Net wat er binnengebracht wordt. Ja. Daar kunnen verkeersslachtoffers zijn. Daar kunnen bijvoorbeeld uilen zijn die in beslag genomen zijn. Woestijnbuizerd. Ja. En zo kom je aan materialen. En zo kom ik inderdaad aan mijn... deze heb ik in Eindhoven getekend. Deze toen we op Texel waren. Bij Texel zo. En zo kunnen op een gemak ja. die vogels ook ja. van dichtbij bekijken. Ja. Van deze heb ik ook nog een ets gemaakt. Ja. Sommige blijven in mijn boekje en er gebeurt niets mee. En met andere... Die gebruik ik om te vertalen naar een ets of een linosnede. Ja. En zo beginnen soms etsen. Ja, ja. Eigenlijk in dit boekje. Ja. En de een is wat meer uitgewerkt dan de ander. Ja. Ja, het is ook weer leuk om... Zeg maar naast je grafische werk ook een echt een tekening hier in dit boekje dan zeg maar ja, te zien ja, wat ja, heel direct ja. Ja. Hartstikke mooi. En ik teken altijd met fijnlijnertjes. Fijnlijners. Ja. ja. Dat doe ik om nog meer gefocust te zijn. Want met potlood kun je gummen en hier kun je niet mee gummen. Dat dus is, het is heel direct werken. Onverbiddelijk. Het is gelijk erop. Maar en, het zit ook dichter, denk ik, bij het medium waarin het ja. uiteindelijk moet resulteren. Ja, ja, lino. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus... Zeker. Nou, dan heb ik hier ook een paar vitrines staan met wat opgezette vogeltjes erin en mijn schelpenverzameling, verzameling nestjes, die gebruik ik ook allemaal. Dit nestje bijvoorbeeld, daar heb ik dit etje van gemaakt ah, ja. van de tijd. Ik heb hier een heel mooi dood meesje ah. en daar heb ik dit etje van gemaakt. Ach, ken het daar. Ja. Deze komen uit een kachel van mijn zoon. Die zijn aan het verbouwen en die kachel moest eruit en die twee lagen daarin. Nou. Ik zeg, nou, die wil ik wel. Een ander vindt ze enge of vieze dingen. Ja. En ik heb ze schoongemaakt en ze liggen hier mooi te wezen. Ja, het past en, wel bij jouw werk om ook die kant. Ja, en ook op die kan ik gebruiken. Opgezette, die heb ik al vaak vereeuwigd. Ja. En... zo ook de spreeuw. Dus daar heb je zijn gewoon spullen. Hele geduldige modellen, ze vliegen niet weg. Dat is nogal makkelijk. Dat is stik handig. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ook die achter jou, die opgezette ransuil, die is ook al heel vaak mijn model geweest. Ja. Zowel voor een lingosnede als voor een... ik heb hem hier toevallig. Dus dit is mijn model. Nou, ja. Dat is dus heel geduldig. En heb ik ook gelijk op het linoleum getekend. Daarna met een watervaste stift op de plaat gezet en toen gaan gutsen. Ja. En dit is hem uiteindelijk geworden. Dus als we het proces nog even nalopen, dus zonder voorstudies eigenlijk, heb ja. je dit voor ja. je? Ja, die, want ik kan op het linoleum heel goed gummen. Ja. En dan heb ik geen zin om dan eerst nog een andere tekening te maken.
Als mensen bij mij een workshop volgen, dan kunnen die daar ook voor kiezen. Maar ze kunnen ook zeggen van nou, ik doe thuis alvast op mijn gemak een tekening maken. Die wordt dan door middel van carbonpapier overgezet op het linoleum. Ja. En dat kan dan weer met stift overgetrokken worden en dan gaan ritsen. Dus... Maar ik werk liever gewoon gelijk dan. Ja, maar dat is niet voor iedereen gegeven, zeg maar. Dus dan mensen die zeg maar nog een opstapje nodig hebben, die kunnen thuis gewoon op een gemak. Ja. En dan kunnen ze hier naartoe komen als jij een workshop geeft. Ja. En zo kunnen ze dan toch bij jou dit doen. Ja, inderdaad. Dat is prachtig. Okay. Jij gaat weer verder aan je... Ik ga maar verder met mijn werk, ja. Ontzettend bedankt dat ik langs mag komen. Graag gedaan. Ik vond het ook heel erg leuk, Peter. Ja, dankjewel. En wel thuis.